Hey en welkom bij een nieuwe video. En in deze specifieke video ga ik je alles vertellen over vitals en welke apps je sowieso moet gaan aanzetten om je conversie te gaan boosten. Als eerste wil je sowieso je sticky add to cart aan hebben staan. Het is heel belangrijk dat je dat hebt en dat die op de bottom staat en dat je hem ook lekker mooi hebt staan zoals het hoort. Dan gaan we door naar alle andere apps die je sowieso nodig hebt. Wheel of fortune wil ik sowieso dat je gaat aanzetten. En de manier hoe we deze inrichten is laten zien na 120 seconden. Call to action colors zijn altijd groen, zoals we altijd doen. Ik heb specifiek gekozen voor een blauw rad, omdat mijn store main kleur blauw is. En voor de, dit specifieke cadeautje heb ik gekozen. En hier is de unieke strategie: ik heb alles op losing gezet behalve de 10% korting. En wat dat dus doet is dat als mensen aan het rad draaien, dan winnen ze sowieso 10% korting. Als ze zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Waarin we ze ook terug kunnen gaan targeten. Gratis, wat super handig is. Oké, okay, welke dingen hebben we nog steeds die we meer aan gaan zetten? Ik heb specifiek visitor replays aanstaan. Dan kan je zien wat, wat jouw gebruikers op jouw site doen. Dus waar ze afhaken. Dat is super handig om te doen. Ik wil ook dat je Facebook Messenger Chat aan gaat zetten. Dat gaat je enorm helpen bij klanten die vragen gaan hebben over jouw specifieke product. Ik heb ook payment logo's aanstaan en product reviews. Laten we daar nog even verder in, in gaan duiken. Ik heb specifiek gekozen voor Apple Pay, Google Pay, Ideal, Klarna, Maestro en Mastercard. Dat is voor Nederlandse stores en in de kleur groen, zoals je Add to Card is. En gecentreerd. Zorg ervoor dat je deze instellingen precies overneemt, zoals ik heb gedaan. Dat gaat 100% helpen bij je huidige conversie. Dan gaan we nog naar product reviews. En zorg ervoor dat je minimaal 20 reviews doet op je specifieke product. Met een gemiddelde van 4.8. En zorg ervoor dat je foto's eerst laat zien. Dat is heel belangrijk. Plus dat de reviews goed vertaald zijn in netjes Nederlands. Of in de taal van de store waar je je verkoopt. Dat is heel belangrijk dat het gewoon geen gebrekkig Nederlands is. Dat gaat niet helpen met je conversie. Dan heb ik hier nog High Dynamic Checkout buttons van PayPal en Amazon. Die wil je sowieso uit hebben staan. Favicon Card Count wil je ook aan hebben staan. Uh, en hetzelfde geldt voor de inactive tag message. Het zijn gewoon hele handige tips die ik aan kan gaan zetten. En dan heb ik Best Sellers Protection nog aanstaan en Content Protection. En eigenlijk al deze dingen die gaan bijdragen richting een conversiepercentage van tussen de 5 en de 8 procent. Het gemiddelde van de industrie is 1,8. En ik zie bij mijn eigen stores en bij studentenresultaten 5 tot 8 procent conversie gemiddeld. Ook op grotere schaal. Dus pas al deze specifieke tips toe en dan zie ik je terug in de volgende video.